en welkom bij onze zomercolleges. We zijn vandaag de gast in zomerbar Barbrial in Mortsel. En pak er gauw een cocktail bij, want we gaan het even moeten hebben over de minder leuke kant van de zomer. Dus die cocktail maakt het al iets beter. Maar inderdaad, er zijn ook mindere kanten als je op de camping aankomt met die klotsende oksels en die stinkende zweetvoeten. Je zal daar nog eens gestoken worden door een wisp of een bij. En die criminelen, ja, die zien dan een kans om jouw huis, dat op dat moment leeg staat, helemaal leeg te roven. Met andere woorden, summer sucks. Waarom kan de zomer niet zonder wespen, zweet en zakdollars? Ik vind het nog altijd plezant, die zomer. Maar in deze sessie gaan we het misschien eventjes hebben over de nadelen van de zomer. Want ja, dat zweten, die insectenbeten, die inbraakplagen, dat is toch een beetje een mindere. Maar gelukkig zitten hier drie wetenschappers aan tafel die mij daar alles over gaan kunnen vertellen. Per toeval ook drie Chrissen, want ik heb aan mijn rechterzijde Chris Kallewaert zitten, bio-ingenieur aan de UGent en ook wel dokter Oksel genoemd. Zeer benieuwd waarom. Dan hebben we Christine Breinaert, allergoloog, dus specialist in allergieën aan de KU Leuven, gespecialiseerd meer bepaald in bijen, wespen en hommelsteken. En dan helemaal op het hoekje zit Christophe van de Viever, criminoloog aan de UGent. Bij jou kom ik ook zo dadelijk terug. Maar ik wil misschien eerst bij jou beginnen, Christine. Mijn grootste angst als het op zomer aankomt, is dat ik van een blikje drink, dat er een wesp of een bij of iets gevaarlijks in zit, dat dat in mijn keel terechtkomt en mij dan daar gaat steken. Is dat een gegronde angst? Dat is een gegronde angst, want dat is een heel gevaarlijke reactie. Ja. Maar dat is ook vooral een lokale reactie, doordat er een lokale zwelling ontstaat. En in films en series wordt dat dan altijd weergegeven dat dan iemand zijn luchtpijp moet opengesneden worden. Daar wordt dan een rietje ingeramd. Is dat ook effectief wat je moet doen als er iemand gestoken wordt in de keel? Vaak helpt het om snel medische hulp te zoeken. Dat is dat er iets kan toegediend worden, zoals adrenaline, om die zwelling tegen te houden. Ja. Maar er zijn gevallen waar dat inderdaad nodig is. Mm-hmm. En hoe komt het dat het net in die keel zo hard opzwelt? Is dat... Wel, het is vaak echt door het inslikken van of het een drankje. Ja. Met een wesp in, dan wordt het opgedronken. Ja. En dan steekt die toch lokaal en daar is wel heel wat plek om te zwellen. En dat is een gevaarlijke zwelling, want als er een forse zwelling is, dan sluit je luchtweg af. Het is natuurlijk ook iets raars, hè? Zo'n insectenbeet of steek. Soms zie je het bijna niet, soms is het heel dik. Waaraan ligt dat verschil? Wel, over insecten steken hangt dat vaak van heel wat omstandigheden af. Mm-hmm. Als het warm is, gaan vaak op de huid de reacties feller zijn, omdat onze bloedvaten openstaan. Ah. Maar er zijn ook andere dingen. De ideale cocktail zijn de wielrenners die eerst gaan fietsen, dan op het terras belanden en een pintje drinken. En liefst daarvoor een ontstekingsremmer hebben genomen, omdat ze toch wat pijn hadden. Okay. Dan heb je alles tezamen. Dat is super specifiek. En wat gebeurt er dan met hen in die Wel, situatie? Ontstekingsremmers en alcohol zetten de bloedvaten ook uit. En hoe meer bloedvaten uit openstaan, hoe gemakkelijker dat het gif wordt afgevoerd. Dat is ook zoals als het warm is, dan zijn onze bloedvaten ook uit. Ja. En soms hangt het ook echt af van de plek waar dat je gestoken wordt. Ah, ja. Hoofd-halssteken zijn meestal wel erger, maar ook op de plek van de huid waar je gestoken wordt. Dus een oor kan immense afmetingen aannemen en dat zakt dan zo lekker uit. Ja. Maar bijvoorbeeld op je behaarde hoofdhuid gaat dat amper zwellen, omdat daar geen plaats is om te zwellen. Ja. Dat is ook een beetje het probleem in de keel. Daar is plek om te zwellen. En heeft het dan te maken met een allergische reactie? Of is het echt puur plekgerelateerd? In de keel zal het sowieso een combinatie zijn van beide. Een echte allergische reactie, dat is niet alleen een zwelling, maar als er dingen bij komen. Ja, dus dat mensen moeite hebben met ademen, piepende ademhaling, plots misselijk braken, diarree, heel verward zijn of tot bewustzijnsverlies. Chris, Christophe, delen jullie mijn angst voor de wesp in het blikje? Ja, eigenlijk wel. Hè. Ik denk dat we dat allemaal delen, die angst. Ja. Zelf ben ik niet bang van bijen, want dat zijn vredelievende beestjes. Als je ze zelf niets verkeerd doet, gaan ze u ook niks verkeerd doen. Want als ze prikken, doden, gaan ze ook dood. Niet? Ja, die verliezen hun angel en een deel van hun achterlijf. Dus het gaat ook lang duren voor zij echt gaan prikken. Dat moet echt al heel bedreigd zijn. Zij beschermen hun nest. Ja. En zij offeren zich op. Mm-hmm.
Laat het ons nog eens over jouw specialisatie hebben, want we hebben het natuurlijk over de gevolgen van die bijen, wespen, hommelsteken. Als mensen allergisch reageren daarop, dan komen zij bij jou terecht. Wat doe je dan precies om hen verder te helpen? Is dat een prikje, een zalfje? Hoe moet ik me dat voorstellen? Wel, eerst moeten we zeker zijn over het insect waardoor ze gestoken zijn. En gezien dat bijgif, hommelgif en wespengif iets anders is... Als we dat weten, dan kunnen we hun behandelen en dan gaan we eigenlijk hun lichaam leren om daar niet meer op te reageren door hun in oplopende dosissen eigenlijk het gif te gaan toedienen via kleine spuitjes. Ah ja, oké. Okay. Dus een beetje zoals dat je bij een vaccin ook een klein stukje van het virus toch gaat toedienen, gaan jullie ook een stukje van het gif? Zoiets, alleen gaan wij echt werken met... We beginnen met hele lage dosissen en gaan dat stapsgewijs opbouwen. Ja, ja. En maken er eigenlijk gebruik van dat je immuunsysteem even KO is. Ja, ja, ja. Om die dosis op te drijven tot de dosis van 100 microgram, wat 3 tot 5 wespensteken zijn. En hoe reageert een patiënt daarop als dat wordt opgedreven? De meeste patiënten hebben eigenlijk ofwel niks meer met het gif dat we nu gebruiken of een beperkte lokale reactie. Ja, want je hebt hier ook van alle insecten meegenomen. Misschien moeten we daar toch ook eventjes naar kijken wat het verschil precies is. Want je zegt inderdaad, je moet al weten of het een hommel of een wesp of een bij is geweest. Wat is het verschil? Niet alleen het uiterlijk kan u helpen, maar ook het geluid dat ze maken. Ah, ja. Een hommel, hoort je, is een luid brommend geluid. Dat is ook heel donzig en lief. Hier. Ja. Terwijl de hoornaars, de Europese hoornaar, die is vooral heel geel. Ja. En die maakt ook heel veel lawaai. Ja. Zeker als die binnenkomen. En die is gigantisch. Ja. Ja, dat is inderdaad bij ons ook de grootste die er is. Ja. Terwijl een gewone bij, die is bruin, niet geel, wat hariger. Welke plekken zijn er zo typisch voor? Wel, een bij is echt niet geïnteresseerd in de cocktail. Okay. Die zijn geïnteresseerd in nectar, in stuifmeel. Dus die komen niet naar vuilbakken en naar tafels, maar die gaan ofwel rond water zitten of rond dingen waar ze op vliegen. Of als je pech hebt en in de vluchtroute te stappen waar zij juist zijn. Of toevallig gesteken tijdens het werken in de tuin, dat je zo doet dat je een bij klemt eigenlijk. Ja. Of een dat in je haar. Fietsers, motorrijders worden op die manier vaak gestoken. Ja, zeker. De kans op een wespensteek is veel hoger. Nu, jullie gaan dus injecteren met dat gif zelf. Hoe komen jullie aan dat gif? Bij wespen is het eigenlijk een extract van gif en gifzak. Daar gaan biologen op zoek naar bepaalde nesten van bepaalde wespensoorten. Die worden meegenomen, die worden in de diepvries gestoken en die worden stuk per stuk opengesneden om het gif en gifzak uit te halen. En wat we eigenlijk inspuiten is het extract daarvan. Dus een oplossing van gif en gifzak. Terwijl bijen, je kunt eigenlijk zeggen dat bijen een beetje gemolken worden. Die worden gestimuleerd. Sommige imkers hebben bepaalde bakjes boven hun kasten staan van een elektrisch geladen membraan. Eenmaal dat een bij daar steekt, is er een soort visieuze cirkel dat er nog meer bijen komen. En zo wordt het gif zuiver opgevangen. En hommels is nog zuiverder gif, aangezien dat via een heel klein capillairtje, een heel smal buisje, rechtstreeks uit de gifzak door de hangangel wordt gehaald. Dus dat is niet evident, lijkt mij. Minder evident, maar wel heel zuiver. We spreken hier al heel de tijd over die 3 verschillende gifsoorten, dat het heel uiteenlopende gifsoorten zijn. Kan het dan ook zijn dat je maar allergisch bent voor 1 of 2 van de 3? Wel, we spreken enkel over een allergie als je daadwerkelijk daarop reageert. Ja. Zijnde een reactie of een allergie of een anafylactie, een ernstige reactie, is meer dan gewoon de huidklacht. Maar er moeten dingen bij komen, zoals dikke lippen, dikke keelbenauwdheid, piepen, misselijk braken, diarree, bewustzijnsverlies. Dan spreken we pas over een allergie. En dus iemand kan allergisch zijn voor hommelgif, maar bijvoorbeeld niet voor bijengif? Ja, als die vooral door hommels is gestoken en erop zijn reactie doet, is het hommelgif. Sommige mensen zijn op zowel wesp als bij positief en soms ook op de 3. Vaak heeft dat te maken dat die mensen ook antistoffen maken tegen een bepaald suikertje dat op al die giffen kleeft. En dan zijn degenen die geen reactie hebben veroorzaakt vaak niet relevant. Dus die hebben geen belang voor die reacties. Ja. Andere mensen zijn echt wat wij noemen primair gesensibiliseerd. Dus doen
hebben primair daar tegen antistoffen ontwikkeld, omdat ze toevallig door beide zijn gestoken. Oh ja. En daar soms ook iets op gedaan hebben. Sommige mensen behandelen met meerdere giffen. Ja, je zei daarnet ook, je moet ook weten op voorhand door ja, welk beest van de drie je gestoken bent. Vorige zomer, dat is bij mij eens gebeurd. Ik zou het niet meer kunnen zeggen, omdat dat zo snel gebeurd was. Dat een wisp was, dat een bij. Kan jij zien aan die steek, aan de rode cirkels die zich daar rondvormen, van wie dat het kwam? Dat nog niet, maar de omstandigheden kunnen wel helpen door zo door te vragen of in de hoop dat iemand toch iets gezien heeft of nadien een nest gevonden is. Maar we hebben eigenlijk wel wat hulpmiddelen om via een bloedonderzoek of zelfs via huidtesten, via prikjes in de huid, het gif te gaan opsporen. Ja, en ook door de situatie, zei je, als in wespen steken meer in de avond dan bijen? Of? Eigenlijk, de enige die steken als het donker is, zijn de Europese hoornaars. Ah, ja. Dat zijn typisch die tegen de ruit vliegen als je je licht aan doet. Ja. Bijen en gewone wespen vliegen niet als het donker is en ook niet als het regent. Dan vliegt er eigenlijk niks. Mm-hmm. Oké, en die bij de barbecue, dat zijn altijd wespen? Of? Want die komen naar het... Wespen zijn carnivoren. Ah ja. Je moet eens mosselen eten. Oef. Als er veel wespen zijn. Ik heb al een wesp met vlees zien wegvliegen. Zo'n klein stukje hesp, die was daarmee weg. Ja. Dat zijn carnivoren, vleeseters. Ja. En die, eigenlijk als er veel wespen zijn, zijn er weinig muggen. Oké. Okay. Elk voordeel hebben ze. Want zij voederen eigenlijk vlees aan hun larven. Ja. Wauw. Heb je een allergische reactie gehad op jouw steek, Helene? Nee. Eigenlijk redelijk snel. Gewoon een ijsblokje erover gedaan. Denk dat dat goed is? Ja, heel goed. Dan gaan je bloedvaten samen krimpen. Redelijk snel weg. Iemand hier aan tafel allergisch voor bijen, wespen, hobbelsteken? Ik weet het eigenlijk niet. Christine, jij zelf? Ja, jezelf. Ja, vertel. Ja, wel, ik ben imker. Ja? Ik behandelde eerst patiënten, dan werd ik imker, dan deed ik een reactie en dan behandelde ik mezelf. Nee. Maar ja, je weet natuurlijk dan wel hoe je het moet aanpakken. Ja, maar het was even zoeken hier dat iemand mij wou inspuiten. Toch? Je kan niet jezelf inspuiten. Of dat... Ja, dat is... Ja. Ja, je niet doet dat eigenlijk ja, hier. Nee. Ik denk, ja, dat zou misschien wel lukken, maar ik denk dat ik dat psychologisch toch moeilijk vind. Nu, je bent imker, dat is heel tof. Je zei al, je bent pas imker geworden nadat je met patiënten in contact kwam. Hebben zij jou ook aangezet om imker te worden? Zij hebben mij aangestoken. Ja. Goeie woordkeuze. Ja. Ja, die imkers hebben altijd heel boeiende verhalen. Ja. Of ook biologen die ik behandel, omdat ze voor hun onderzoek ermee in contact komen. Dus ik had al heel veel leuke verhalen. En dan heeft er op een dag een van mijn patiënten mij een heel goed boek aangeraden. Heb ik dat gelezen en dan was ik helemaal verkocht. En heb ik zelfs van een van mijn patiënten mijn eerste bijenkast, mijn eerste volk gekregen. En heeft een van mijn vroegere patiënten mij leren imkeren. Hoe is dat, dat imkeren? Is dat veel werk? Dat is seizoenswerk of seizoensarbeid. Nu in dit seizoen moet je eigenlijk wel om de 7 tot 9 dagen een kast openen. Om te zorgen dat ze niet gaan zwermen, want dan vertrekken ze met een groot deel van je honing. En je buren vinden dat niet zo fijn. Kan ik me voorstellen. Is dat ook een potje van jouw eigen honing? Het is niet van mijn eigen honing. Het is, maar van... het is wel een ambachtelijk geteeld potje. Het is rauwe honing, zoals we dat noemen. Okay. Niet behandeld, niet verwarmd. En smaakt die beter? Of zijn er voordelen? Honing van een imker kun je niet vergelijken met wat je in de winkel koopt. Okay. Dat is vaak aangelengde suiker. Misschien nog één laatste vraag. Zo'n allergie, hoe vaak komt dat eigenlijk voor? Is dat iets wat je automatisch al hebt, waar je mee geboren wordt? Of hoe moet ik dat precies zien? Niemand wordt geboren met een allergie, nooit. Aangezien dat je een eerste contact moet hebben, antistoffen moet aanmaken en dan pas bij een volgende contact kan reageren. Okay. Dus niemand wordt ermee geboren. Maar je kan er wel vanaf geraken? Met immunotherapie kan je er vanaf geraken. En qua hoe vaak dat voorkomt, zo die grote lokale reacties. En de definitie van een grote lokale reactie is eigenlijk als het meer dan 20 centimeter is en meer dan 24 uur aanhoudt. Okay. Dan hebben we een grote lokale reactie of een hele grote zwelling. Mm-hmm. Komt ongeveer in tot 25% van de bevolking, bij volwassenen. Mm-hmm. Tot 25% voor. De ernstige reacties wordt geschat aan tot 7,5%. Mm-hmm. Mensen die ernstige allergische reacties doen. Ja, maar er is dus een oplossing voor hen. Dat neem ik mee. En dan valt het in de gaten te houden dat als je een allergische reactie hebt, dat je er meteen bij bent. Dank je wel, Christine. Misschien nog een extra vraagje. Is het zo dat je door je feromonen makkelijker kans loopt om gestoken te worden? Weet je dat toevallig? Sowieso, bange mensen worden heel vaak gestoken. Oké.
en zijn door immunotherapie vaak niet meer bang en worden niet meer gestoken. Oh. Oh, ja. Maar geuren spelen inderdaad een hele grote rol, onder andere bij bijen. Ja. Want als een kast, als een volk zich bedreigd voelt, dan komt daar een geur in van rijpe bananen. Mo. Dus je ruikt dat echt als je die open doet. En het gaat zelfs zo ver dat als je bananen of bananenschillen in de buurt van kasten gooit, dat je brave bijtjes soms zeer agressieve steekduivels worden. Die echt op afstand komen aan. Geen dus een parfum op basis van bananen? Geen aanrader. Geen aanrader als imker. Wel een goed misdrijf, denk ik, bij imkers bananen gaan droppen. Maar over misdaad gaan we het straks hebben. Ik wil eerst een bruggetje maken naar de feromonen natuurlijk. Dag Chris, dag dokter Oksel. Waarom noemen ze jou dokter Oksel, Chris? Omdat ik de enige ben in de wereld die zo gespecialiseerd is in oksels. De enige? God. Nee, we hebben het over zweten en over feromonen. Dan zitten we eigenlijk ook bij muggen. Dat wordt vaak gezegd dat muggen sneller worden aangetrokken tot mensen die zweten of die een soort van typische geur hebben. Wat is daarvan aan, Chris? Het zijn niet de feromonen die daar het verschil maken, maar het is echt uw huidmicrobioom. Okay. De bacteriën die leven op uw huid. En vaak zijn het vrouwen die meer worden geprikt dan mannen. En vaak word je ook meer geprikt rond de voeten, rond de benen. En daar heb je meer staphylococcen. Okay. En het zijn specifiek die beestjes. En iedereen heeft die bacteriën op hun huid. En het zijn specifiek die beestjes die ons zweet omzetten in CO2 en lactaat en vluchtige componenten. Mm-hmm. Die misschien zelf niet onmiddellijk ruiken, maar die muggen zeer aantrekkelijk vinden en dan daarop afkomen. En bestaat er een zeep om die beestjes weg te spoelen? Je kunt dat wel een deel wegwassen, maar nooit helemaal, omdat die bacteriën ook in je huid leven. Dus je kunt wel de bovenste laag van je huid wassen, maar de grootste bacteriën zitten eigenlijk rond de haarwortel en de zweetklieren en dat komt altijd terug. En het is ook vandaar dat de zweet naar boven komt en de vluchtencomponent komt vandaar naar boven. Dus je kunt het maar gedeeltelijk wegwassen. Dus met douchen voor het sporten heeft eigenlijk totaal geen zin. Want na het sporten zal ik toch even hard stikken als dat ik me niet gedoucht had. Die staphylococcus blijven sowieso op je huid. Of dat je nu doucht met zeep of met deodorant of met god weet wat. Je kunt ze nooit allemaal wegkrijgen. En van die muggen raak je eigenlijk dan ook nooit af? Ja, wel. Het product dat nu op de markt is, zo gezegd, is DEET. En dat is eigenlijk een afstotend middel. Dat vinden de muggen ook niet zo aangenaam. Mm-hmm. Er zijn een aantal afstotende middeltjes die op de markt zijn. Maar wij zijn dan persoonlijk onderzoek aan het doen, niet op de afstotend, maar gewoon ervoor zorgen dat ze niet worden aangetrokken. Mm-hmm. Dus we hebben wel een specificiteit naar de bacteriën en de bacteriën dan gaan aanpassen zodanig dat die ze niet meer worden aangetrokken tot onze huid. Ja. Dus daar doen we nu onderzoek rond. Ja. Nu, jullie zijn niet alleen bezig met muggen en zweet, ook gewoon met zweet in het algemeen. Het is een zomerbar, het is super warm. Ik heb zelf ook al even een paar keer van kledij moeten veranderen, dat zal ik eerlijk toegeven. Maar waar is al dat zweten dan eigenlijk goed voor, vraag ik mij dan af. Zweten is gezond, hè. Het is gezond, oké. Zeker in de warmte. Zweet zorgt ervoor dat je lichaam afkoelt. Oké. Dus je lichaamstemperatuur moet constant blijven, hè. Dat is belangrijk. Het mag niet te warm worden, dan doe je koorts. Het mag niet te koud zijn, dan ga je onderkoeld raken. Dus zweten zorgt eigenlijk, is een zeer natuurlijke manier om je lichaamstemperatuur op controle te houden. En is dat dan iets dat enkel in de zomer gebeurt, als het echt super warm is buiten? Of gebeurt dat eigenlijk heel het jaar door? Dat is heel het jaar door. Ja. Maar het zijn een aantal invloeden ook die meespelen. Bijvoorbeeld als je intensief sport, dan krijg je het warm, dan zweet je meer. Mm-hmm. Als je iets warm eet of drinkt, ja, dan krijg je het van binnen ook warm. Als je nu in de zomer warme soep zou drinken, dan zou je natuurlijk veel zweten. Ja. Zo zijn er nog andere voorbeelden. Ja, Joey van Friends die zei van nadat hij hele turkey, een hele kalkoen had opgeten, dan kreeg hij vleeszweet. Ja, dat is meatsweet. Ja, voilà. En dat is iets, je lichaam moet dat afwerken. En dan uw suikerspiegel gaat omhoog en omlaag, uw hormonen spelen dan mee. Mm-hmm. En dan moet uw lichaam dat gaan uitwerken en dan zweet je dan meer daardoor. Ja. Ja. Dus na een lange avond aan tafel met de kerstfeestdagen en zo. Ja, zeker en vaste meatsweats. Ik ken ze ook. zweet je enkel overdag of zweet je ook 's avonds en 's nachts? Want er is toch zo dat cliché dat je, een halve liter of een liter zweet elke nacht aan je matras afgeeft. Klopt dat? Ja, je zweet constant. Hè. Dus, en zweten, ja, dat is
S'nachts kun je vaak zweten. Dat heeft ook te maken met de bloedsuikerspiegel. Als de bloedsuikerspiegel laag staat, dan moet ons lichaam adrenaline, hormonen gaan aanmaken om dat weer te gaan verwerken, zo zegt ze. Zweten komt altijd van binnenuit. En op adrenaline reageren onze zweetklieren dan enorm. En dan gaan we meer zweet gaan aanmaken. Dus vandaar de night sweats komt eigenlijk door adrenaline, door stress ook. Onder stress ga je ook meer zweten. Dus je hormonen spelen daar een grote rol in. Mm-hmm. En kan je er zo een cijfer op plakken? Hoeveel we per dag over 24 uur zweten? Dat kan een half liter zijn, dat kan liters zijn. Afhankelijk van hoeveel dat je drinkt. Meer dan we denken. Ja, veel natuurlijk, inderdaad. Ja. Hoe komt het eigenlijk dat sommige mensen meer zweten dan anderen? Of mijn vriend die is... S'nachts is die echt ijskoud. Ik zweet met de pletter en dan overdag zweet hij en ik bijna niet. Zweten komt van binnenuit. Hè. Dus dat komt van ons metabolisme. Dat heeft ook te maken met wat we eten, met ons bloedsuikerspiegel, met onze hormonen. Hè. Maar sommige mensen zweten heel veel. Dat noemt dan overmatig zweten of hyperhidrose. Ja. Maar mensen die vaak met natte oksels op de kledij zetten, daar zijn veel middeltjes tegen, antitranspirant en dergelijke. Dus morgens, wat doen veel mensen? Eten cornflakes, een koffietje erbij. Boterham met choco. Een boterham met choco. Mm. En eigenlijk is dat niet het beste ontbijt. Omdat je van 's morgens heb je eigenlijk met het wakker worden heb je eigenlijk een verhoogde insulinepiek. En dat helpt ons ook om wakker te worden. Mm-hmm. Van nature hebben we veel insuline en dan nog een keer veel suikers gaan eten. En dan krijgen we een enorme suikerpiek. En dan moet ons lichaam enorm werken, hormonen aanmaken, adrenaline, van alles gaan aanmaken. En dat zorgt ervoor dat we... Maar zweten. Sowieso, ontbijten blijft toch belangrijk? Want het is toch niet dat je nu zegt, pas tegen de middag gaan eten, eerst heel veel werken, ontbijten, En dan, heel veel werken en dan pas om 12 uur ontbijten. Voor mensen die dan last hebben van hyperhidrose, van overmatig zweten, kan dat misschien wel een simpel trucje zijn. In plaats van cornflakes te eten, een boterham met choco, kun je bijvoorbeeld een eitje eten. Iets gewoon met minder suiker. Voilà. Inderdaad, een keer een ontbijt skippen en zien of dat het dan minder is. Dus dat kan misschien wel een eenvoudige test zijn om te zien, is het gelinkt met mijn voeding, wat dat vaak wel het geval is, of is het niet gelinkt met de voeding? In sommige gevallen, dan heb je het spreken over secundaire hyperhidrose. Dat kan echt gelinkt zijn met een ziektebeeld. Dus mensen met diabetes, die hebben ook vaak, die zweten ook veel meer. En dat is al een ergere fase dan, dan hebben ze ook last van hyperhidrose, maar dat is dan ook gelinkt met hun ziektebeeld. Je zei daarnet al dat er niet zo superveel onderzoek is naar overmatig zweten. Is er wel onderzoek naar zweten in het algemeen? Ook niet. Ook niet. Kan dat? Iedereen zweet. Klopt, inderdaad. Maar het ding is, het is ook geen ziekte. Zweten is perfect. Dat is niet echt een ziekte. Moest het kanker zijn, moest het echt een levensbedreigend probleem zijn, overmatig zweten, dan ging het waarschijnlijk al lang opgelost zijn. Maar dat is het niet. Vandaar dat is zo'n beetje een cosmetisch probleem, zoals dat heet. Vaak met cosmetische middeltjes worden opgelost. Met deze achtergrond wil ik wel even meegeven dat er naast de antitranspirant in de wereld en een deodorant, dat je eigenlijk ook wel kijkt naar de voeding, dat daar ook vaak de oorzaak kan gezocht worden. Ja, want ik zie hier naast ons, dat gaat net buiten beeld zijn, maar ik zie het wel al, een heleboel deodoranten staan. Leg het ons once and for all uit, Chris. Welke kunnen we gebruiken en welke zijn complete lally? Je hebt een deodorant en die doet wat het zegt, het deodoriseert. En dat brengt een goed geurtje aan en dat gaat de bacteriën wat gaan afdoden. Mm-hmm. En minder bacteriën en een goede geur zorgen ervoor dat het deodoriseert. It does the job. Dan heb je ook een antitranspirant. Mm-hmm. Maar veel mensen hebben het verschil al niet tussen de twee. Maar dat is exact hetzelfde als een deodorant, maar het bevat ook aluminiumzouten. Mm-hmm. En die zullen dan de zweetklieren gaan verstoppen, tijdelijk. Totdat je het weer opnieuw gaat uitzweten. Yeah. Dus dat kan ook gaan beschermen tegen natte oksels op de kledij. Yeah. Dus voor mensen die hyperhidrose hebben, wordt dat wel vaak toegepast. Mm-hmm. Maar veel mensen gebruiken antitranspirant die het ook niet nodig hebben. Ah ja, dus die gewoon wel met alleen deo voldoende zouden hebben. Ja, en het ding is ook, al die ingrediënten hebben ook een duidelijk impact op je microbioom. Mm-hmm. En een microbioom die in... onevenwicht is, dat is nooit een goed idee. Mm-hmm. Uit ons onderzoek blijkt dan dat je
ook meer lijfgeur kunt ontwikkelen als je te veel van die producten gebruikt. Mm-hmm. Dat alles in disbalans geraakt en op een gegeven moment krijg je veel meer muffe geuren, zure geuren, die er voorheen niet waren, maar die er wel gekomen zijn. Die bacteriën zijn dan daar en ook wat je ook doet, die bacteriën zitten daar en dan krijg je ze ook niet meer weg. Misschien moeten we er eventjes bij halen. Welke zijn nu het beste? We hebben hier sprays bij staan, we hebben rollers. Wat kunnen we het beste aanbrengen om toch op een bacterievriendelijke manier toch iets frisser geurend door het leven te gaan? Geen van deze. Oké, dat is makkelijk. Als je iets wil gebruiken, gebruik gewoon een deodorant. Mm-hmm. En dat is dan dat is een antitranspirant. Voor een deodorant. Dat zal dan een roller. Deze zijn 0% aluminium. Dat is al. Ah ja, voilà. Het staat er letterlijk ook op dat er geen antitranspirant in zit. Ja, maar dat gaat gewoon wat een goed geurtje aan toevoegen. Mm-hmm. Gaat ook wat bacteriën aan afdoden. En dat heeft wel een impact op microbiome, maar veel minder dan een antitranspirant dan bijvoorbeeld. Die aluminiumzouten zijn zeer antibacterieel en kunnen ook zorgen voor een shift in microbiome. En dan kun je ook last hebben van meer geurtjes. Maar wat wij dan bijvoorbeeld ook naar op zoek zijn, naar mensen die echt een zware lijfgeur dan hebben, die er ook niet meer van af geraken, die dan die bacteriën hebben, wat dat je ook doet, ze raken niet van af. Dan hebben wij ook bijvoorbeeld zonder label, we hebben een probiotische deodorant ontwikkeld. Dat is een bacterie met de goede bacteriën in. Okay. En die goede bacteriën komen eigenlijk van nature ook wel voor op onze huid. En die gaan ook zorgen voor een goede geur op de huid. Maar mensen die zwaar lijfgeur hebben, hebben heel weinig van die bacteriën. Of zijn ze bijna afwezig. Mm-hmm. Zo gaan ze eigenlijk de natuur helpen en die bacteriën gaan aanbrengen. En uit onze klinische studies blijkt dat een wondermiddel is. Al die zure, muffe geuren die verdwijnen als sneeuw voor de zon. Mm-hmm. Die gaan eigenlijk de ene bacterie aan de andere gaan verdringen. Dan is er echt bacterial warfare, oorlog onder elkaar. En degene die het meest zijn, die gaan dat winnen, zo zegt. Waarom gebruiken we die niet allemaal? Of was echt alleen voor de mensen die... Dit is al werk van 10 jaar, van veel academisch onderzoek. Dat is geen deo van 3 euro of 5. Nee. Maar we zijn nu volop aan het werken om dat ook commercieel beschikbaar te maken. Maar ik kan na de opnames even bij u langskomen. Dan. Ik zal u een spuitje geven. Wat dan met want we hebben het hier vooral over deo's, wat dan met shampoos en douchegel misschien in het bijzonder. Is het voldoende dat we gewoon eventjes met water onze oksels wassen of doen die zepen echt wel iets? Normaal gezien heb je niet meer nodig dan water. Okay. Ik ga bijvoorbeeld in september naar de inheemse stammen in Amazonewoud. Okay. En mijn collega is daar al geweest en hij stond dan daar in de rivier zijn oksels te wassen. En al die inheemse, die mensen stonden ermee te lachen dat hij eigenlijk zijn oksel stond te wassen. Zij doen dat niet. Ja. Zij ruiken ook niet onder de oksel. Zij hebben er totaal geen probleem mee, terwijl wij in het Westen heel veel, zo niet, de meeste onder ons, hebben soms al een geurtje. Maar zij hebben dat totaal niet. En eigenlijk onze voorvaderen, die hadden dat probleem eigenlijk ook niet. Mm-hmm. En dat is eigenlijk ook maar gekomen met al die producten op de markt kwamen. En dat is eigenlijk pas na de Tweede Wereldoorlog zo opgekomen. En nu heeft iedereen dat wel in de kast staan. Maar dat is ook deel geweest van het probleem. Waardoor we zijn er eigenlijk ook van afhankelijk geworden van die producten. Ja, ja. En als ik nu stop met mij te wassen met douchegel, dan neem ik aan dat ik morgen wel nog even zal stinken. Maar duurt het dan 1 jaar, 2 jaar tegen dat ik mij gewoon alleen maar met water kan wassen? De eerste week, wat ik hoor, is dat de eerste week zal zeer lastig zijn. Dan ga je veel ruiken. Uh-huh. Dan doe je best op als je een keer op verlof bent. Dat is je collega's niet meer lastig vallen. Maar dan na een verloop van tijd, na een paar weken, neemt die geur weer af. Omdat eigenlijk ook de dominante bacteriën gaan dan dominant zijn. En dan ook, het zijn ook vaak de laag abundante bacteriën die minder aanwezig zijn. Die dan worden weggedrukt. En die zorgen ook vaak voor die muffe geuren, echt stinkende geuren. En die worden al verdrongen. Ja. Maar dan, het is geen garantie op succes, maar het kan al een deel van de oplossing zijn om al een keer op die manier te testen of dat het deels kan oplossen op die manier. Mm-hmm. We hebben het al heel veel over oksels gehad. Misschien toch nog één zone waar veel gezweet wordt. De voeten. Wat doen we daaraan? Kunnen geen deo opspuiten. Wordt ook geen deo opgespoten, denk ik. Ja. En toch stinken ze. Dat is een beetje een outlier van ons lichaam. We hebben daar ook heel veel bacteriën. En het probleem is dat we er ook een dikke eeltlaag hebben.
kloven. Die bacteriën zitten ook diep in de huid. En die ga je ook niet zo gemakkelijk wegwassen. Sommige mensen hebben er last van, andere minder last van. Het is ook een bacterieel probleem. Mm-hmm. Ik heb er ook al op gewerkt. We hebben dan bacterietransplantaties gedaan op de voeten, maar dat lukte niet onmiddellijk. Oké, door die eeltlaag misschien. Ja. En eigenlijk ook in onze procedure, maar dat stond nog niet op punt. Mm-hmm. Liep er dan iemand een candida-infectie op en vandaar want dan op de voeten en zegt oké, dit laten we voorlopig wat dat is. Met ons op de oksel onmiddellijk succes. Maar ook op de voeten is duidelijk een bacterieel probleem. Maar daar is de diversiteit enorm groot. En het zijn dan ook zeer specifieke bacteriën die niet echt dominant zijn, maar echt daar aanwezig zijn. Die ook diep in de huid aanwezig zijn, die constant voor de geur zorgen. Mm. Ook uw schoenen spelen natuurlijk een grote rol. Synthetisch versus andere natuurlijk materiaal. Uw sokken speelt allemaal mee. En middeltjes die vaak worden aangeraden, dat is eigenlijk wandel gewoon 's avonds eens in het gras. En dat kan al een oplossing zijn. En gras, de bodem vat ook veel bacteriën. Ja. En dan, dat kan zich deelmaken van het microbioom dan. En dat kan al deel van de oplossing zijn. Er zijn hier een aantal oplossingen. En dat wat dan boor en dat wat dan zeer antibacteriële stoffen. Ik zou het niet aanraden. Mm-hmm. Het is een tijdelijke oplossing. Gedurende een aantal uur is het probleem weg. Maar tegen het einde van de dag is het probleem daar terug. En het kan enkel maar verergeren dan. Mm-hmm. Dus wat je kunt doen is inderdaad een keer een wandeling maken in het gras. En misschien is dat al een oplossing. Oké. Ik heb nog een allerlaatste vraag voor u. Het is een beetje gewaagd, maar ik ga ze toch stellen. Jij doet dag in dag uit onderzoek over zweet. En ik neem aan dat dat niet alleen puur theoretisch is, maar dat jij af en toe ook eens aan wat staaltjes zweet moet ruiken. Heb jij nu bij sommige staaltjes dat je denkt... Ja, zweet. Je kan het wel appreciëren. Absoluut. Echt? Er zijn oksels die goed ruiken. Oké. Ze ruiken naar zeep. Ze ruiken zelfs een klein beetje bloemig. Aangenaam, absoluut. Een oksel kan zeer aangenaam ruiken. Ja. Zijn dat die oksels van de mensen die zich niet wassen? Of van, dan begin ik er nu aan? Vaak gebruiken ze heel weinig van die stoffen. Of zelfs niet. En dat is ook de sleutel van het succes. Komt uit. Dank je wel, Chris. Ik heb zoveel bijgeleerd. En er zit nog iemand aan tafel. Gaan we over naar jou, Christophe. Ook iemand van de UGent. Hè. Zomer, dat is misschien niet alleen maar love, peace and harmony. Want in de zomer, ja, dat is toch wel het hoogseizoen voor de criminelen. Je bent op vakantie. Mensen komen dat te weten en gaan bij jou lekker inbreken terwijl jij op een strand in Frankrijk ligt. Is dat zo? Is er meer criminaliteit tijdens de zomer? Of heb ik dat volledig gemist? Het hangt ervan af welke vorm van criminaliteit je onder de loep neemt. Mm-hmm. Als je het nu specifiek hebt over inbraak, want daar verwees je naar in je intro, dan is dat eigenlijk niet het geval. Hoewel de context, de situatie die je beschrijft, wel de ideale omstandigheden zouden kunnen creëren voor inbraak, zien we dat niet terug in de data. Mm-hmm. Dus er zijn niet meer inbraken in de zomer. Integendeel, inbraken pieken eigenlijk in de winter. Als je gaat kijken naar geweldspleging, vechtpartijen enzovoort, dan zou je eigenlijk wel kunnen verwachten dat er meer geweld gepleegd zal worden in de zomer. Er zijn twee verklaringen voor die samengaan. Op macro-sociologisch niveau zien we eigenlijk een aantal veranderingen in onze dagelijkse activiteiten. We zitten langer buiten, we gaan naar dit soort fantastische plaatsen, we komen elkaar meer tegen. Ja. Enerzijds, anderzijds zie je ook op individueel niveau... Door de temperatuur die toeneemt, mensen worden daar onbehagelijk door. Als het veel te warm is, we kennen het allemaal, we slapen niet goed, onze tolerantiedrempel is veel lager, we kunnen het allemaal net iets minder verdragen, wat tot een soort van, moet ik zeggen, agressie leidt. Mm-hmm. En daardoor, die beide combinaties creëren eigenlijk de perfecte cocktail voor meer geweld eigenlijk in de zomer. Ja. Om nog eens terug te komen op die inbraken... Ik heb wel eens ergens gelezen dat als je dat dan deelt op Facebook, dat je op vakantie bent, dat daar dan dat criminelen dat ontdekken en dan specifiek naar jouw huis gaan. Wat is daarvan aan, de statistieken? Dat lijkt mij sowieso geen goed idee om dat te gaan delen met Jan en alle man, dat je op vakantie bent en dat je huis leeg staat. Ze zouden daar aan kunnen komen. Ik heb daar niet onmiddellijk evidentie voor. Dat lijkt mij eerder casuïstisch dat dat aan bod komt. Want je ziet eigenlijk voornamelijk mensen, inbrekers ook, wij gaan aan de slag met wat wij kennen.
Dus als we boodschappen gaan doen, dan gaan we in de eerste plaats gaan nadenken, oké, naar welke winkel zouden wij gaan? De winkels die wij weten liggen, die op onze woon-werkroutes liggen ofzovoort. Dat is eigenlijk helemaal hetzelfde voor inbrekers bijvoorbeeld. Die gaan ook gaan rekening houden met de ruimte die zij kennen, waar zij vertrouwd mee zijn. En ook daar gaan zij op zoek naar doelwitten. De kans dat zij met willekeurige informatie aan de slag gaan, lijkt mij eerder klein. Simpelweg omdat daar ook risico aan verbonden is. Je kent de buurt misschien niet waar je gaat gaan inbreken. Je valt daar misschien op. Je kent de vluchtwegen niet enzovoort. Dus het risico lijkt mij te groot om daar met dergelijke informatie aan de slag te gaan. Het is veel veiliger om aan de slag te gaan in je eigen buurt. In buurt van familieleden, waar je vroeger gewoond hebt, van vrienden. Je kent het daar. Je valt daar niet zozeer op enzovoort. Dus in dat opzicht lijkt het mij eerder onwaarschijnlijk dat ze informatie gaan plukken van het internet. Maar het zou zeker kunnen gebeuren. Even een niet-wetenschappelijk vraagje. Iemand bij wie er al is ingebroken geweest? Ja, bij jou, Christine? In de auto. In de auto. En was dat in de zomer of in de winter? Ik denk in september. Nee, ik moet zeggen, bij mij is er ook al ingebroken, maar dat was dan in de winter wel. Dat was in februari. En het ergste van al, terwijl wij thuis waren. Ja, een poging tot inbraak. Ja. En dat kan dan omdat in de winter de kans op inbraak hoger is? Heeft te maken eigenlijk met wintertijd. Okay. Omdat we doen die sprong terug in de tijd of vooruit in de tijd. Ik ben eigenlijk altijd in de warme wintertijd. Maar het is in elk geval, het is vroeger donker in de winter. Op momenten dat we eigenlijk nog allemaal op ons werk zijn of onderweg zijn naar huis. Het ideaal moment eigenlijk, de huizen staan leeg op dat moment. Je valt niet zozeer op. De schemering zet in en dat is eigenlijk het moment waarop inbrekers dan voornamelijk gaan toeslaan. Tenminste, dat blijkt uit onderzoek in ons veld. Ja, en dus de kans bestaat dat de mensen die toen hebben ingebroken, dat die gewoon ook achter de hoek woonden? Dat lijkt mij de meest plausibele hypothese. Dat zie je steeds terug. Als je kijkt naar, als je inbrekersgedrag gaat analyseren, veel crimineel gedrag eigenlijk gaat bekijken, dan speelt daar een soort van ruimtelijke interactie. De gebieden die je kent, waarmee je vertrouwd bent, daar ga je voornamelijk actief in gaan zijn. Hoe verder afgelegen iets ligt van jouw woonplaats, van de plaats waarmee je vertrouwd bent, hoe minder waarschijnlijk dat je daar ook mee gaat gaan interageren, bijvoorbeeld inbraken gaat plegen. Opnieuw geldt hetzelfde voor wat wij gaan doen in ons dagelijks gedrag. De kans dat je naar een zomerbar in Mortsel gaat als je van Gent bent, is eerder klein, tenzij het zeer doelgericht is. Maar die dieven die zijn dan niet bang dat ze herkend worden of zo. Want ja, stel dat ze dan toch dat iemand hem toch gezien heeft, ja, dan zitten die daar wel gewoon in hun eigen buurt, die achter de hoek. Ja, daartegenover staat dat je het natuurlijk kent en dat je in je eigen buurt bent. En dus dat niemand zich vragen gaat stellen, wat loop je hier nu te doen? Tuurlijk. Dat zie je bijvoorbeeld uit voornamelijk Amerikaans onderzoek, waar gekeken wordt bijvoorbeeld naar de interactie tussen de dominante huidskleur in een buurt enerzijds en de huidskleur van de inbreker anderzijds. En dan zie je dat wie een tegenovergestelde huidskleur heeft, eigenlijk minder waarschijnlijk is om dergelijke buurt te gaan inbreken. Dus blanken gaan minder waarschijnlijk in voornamelijk zwarte buurten gaan inbreken. Mm-hmm. Zwarten gaan minder waarschijnlijk gaan inbreken in voornamelijk witte buurten, omdat ze opvallen. Dus zo heel het idee van rondtrekkende dievenbendes die dorp na dorp afschuimen, dat is complete larry? Nee, dat is helemaal geen larry. Dat bestaat echt. Je hebt eigenlijk twee soorten, de huistuin- en keukeninbrekers zou ik het durven stellen. Degene die in hun directe omgeving gaan inbreken. En daarnaast heb je dan de professionele dievenbende, als het ware, die zeer doelgericht in series gaan inbreken, ergens naartoe gaan. Vaak eigenlijk totaal geen ruimtelijke besef hebben. Je hebt dat die Oost-Europese rondtrekkende dadergroeperingen die we in de jaren 2000, 2010 in ons land zagen. Die hebben geen vooropgebouwde ruimtelijk bewustzijn. En die gaan gewoon op basis van losse informatie, het zal daar veel te halen vallen. Ze gaan er een nacht naartoe, ze gaan een reeks woningen gaan inbreken en ze keren terug en ze gaan zich gaan verleggen naar een andere buurt. Dat is wel degelijk een gegeven. Ja. En wat zijn dan typische huizen die zij spotten? Want ja, ze kennen de buurt niet, maar ze kunnen wel op een of andere manier inzien, dit huis, daar gaan we rijk van worden. Ja, er is inderdaad zoiets als criminele expertise. Daar is ook onderzoek naar gedaan. En je ziet dat inbrekers en criminelen in de algemene zin op een andere manier naar de omgeving kijken, ook naar woningen kijken. En erin slagen om bepaalde kenmerken veel sneller te gaan detecteren dan niet-experts, zoals wij allemaal zijn doorgaans. Zoals? Je ziet vrijstaande woningen, als het dan heel specifiek over kenmerken gaat. Maar je moet het eigenlijk in een bredere interactie zien. Een woning staat op een straat, staat in een buurt. En het is eigenlijk dat geheel van dingen dat je moet gaan samennemen. En de hypothese is ook dat er een soort van genest beslissingsproces wordt genomen. In eerste plaats ga je nadenken, oké, in welke buurt ga ik actief zijn? En dan binnen die buurt, in welk deelgebied? En dan welke woning ga ik daarin gaan selecteren? En de vraag is het voornamelijk op buurtniveau dat er wordt geselecteerd of eerder op huisniveau? Als je dan toch op huisniveau moet gaan kijken, dan zou het inderdaad eerder vrijstaan
aan de woningen zijn. Hoekwoningen hebben ook een hoger risico. Woningen die ingesloten zijn, hebben dan weer een minder risico. Als je erover nadenkt, lijkt het allemaal zeer logisch te zijn, maar je moet alles samen gooien. Als je bijvoorbeeld op buurtniveau gaat kijken, dan zie je dat buurten die toegankelijker zijn, bijvoorbeeld omdat ze in de buurt van op- en afritten van snelwegen liggen, dat daar een hoger risico is. Ze zijn gemakkelijker te bereiken, gemakkelijker te verlaten. Die dingen zie je allemaal terug bij doelwitselectie van inbrekers. Ja. Mm-hmm. Zeg, ik parkeer mijn fiets eigenlijk altijd vaak naast een fiets die er oftewel mega fancy uitziet, meer mooier dan die van mij, oftewel tegenovergestelde naast een fiets met een super brak slot, zodat ze zeker die twee fietsen zouden meepakken en dan zeker niet die van mij. Werkt dat ook zo voor huizen? Als mijn buur een dikke poort heeft en een veel beter camerasysteem, gaan ze dan bij mij komen inbreken? Dat is een hypothese ook in ons onderzoek. Maar zorg dat het probleem van je buren wordt, duw je dan de inbrekers weg. En als alle buren samen beveiligingsmaatregelen nemen, heb je dan de hele buurt beveiligd. Op de eerste instantie zou ik zeggen, ja, dat lijkt mij een slimme strategie. Maak het gewoon inbrekers moeilijk. Maak het criminelen in algemeen zin moeilijk. Target hardening is iets dat we in de criminologie ook adviseren. Dat werkt. Dus je duwt ze dan eigenlijk naar die duurder uitziende fiets of naar die gemakkelijker mee te pakken fiets. En jouw fiets is in die zin beveiligd. Als al die wel wat slecht bij dan. Maar het werkt wel voor jou op individueel niveau. Als collectief zijn we nog altijd even slecht af natuurlijk. Ja. Dus minder inbrekers in de zomer, meer in de winter, mag ik concluderen. Ja. Maar ondertussen zitten wij dan in de zomer in het buitenland. En daar zijn toch ook zakkenrollers, daar zijn onbekende omstandigheden. Klopt het dat we meer risico lopen in het buitenland? Ik denk dat er een combinatie van factoren zou spelen. Of je in algemene zin meer risico hebt, ik weet het niet, ik heb eigenlijk nog nooit criminaliteit meegemaakt op individueel niveau in het buitenland, eerder in België dan. Mm-hmm. Maar als toerist val je natuurlijk op. Dus in dat opzicht ben je gemakkelijk doelwit. Vaak weet je ook niet hoe dat het strafrechtssysteem misschien in elkaar zit, waar dat risicovolle buurten zijn of niet. Dus in dat opzicht ben je wel een gemakkelijk doelwit voor zakkenrollers bijvoorbeeld. En zijn er dingen die je kan doen in het buitenland of in het binnenland om de criminelen weg te houden? Heb je dat eigenlijk echt in eigen handen? Je bedoelt dan op individueel niveau jouw geld gaan wegsteken in een soort van onzichtbare buidel. Ja, dat is opnieuw target hardening, het moeilijker maken. Dus dat lijkt mij op zich een slimme strategie. Het ziet er misschien niet uit, maar wel een slimme strategie als je in het buitenland dan toch rondloopt. Ook als het gaat over jouw huis beveiligen, heb je daar wel wat dingen in handen. Je kan betere sloten aanbrengen. Over een inbraakalarm werkt, dat is de vraag een beetje. Dus daar kan je wel wat dingen aan doen. Je ramen en deuren niet open laten staan als je er niet bent. Dat zijn ook zo van die simpele dingen. Dus op individueel niveau kunnen we aan ons huis werken, kunnen we ons geld moeilijker te pakken krijgen. Maar dan moeten we misschien ook kijken naar het grotere niveau. Kan de overheid iets doen aan inbraakpreventie? Dat denk ik wel, dat de overheid iets aan kan doen. Er spelen ook buurtkenmerken mee. Wij weten bijvoorbeeld uit criminologisch onderzoek dat er bepaalde functies die vervuld worden in buurten criminaliteit aantrekken of afstoten. Heel concreet voorbeeld, bars. Traditioneel worden cafés en bars toch in verband gebracht met meer criminaliteit. Waarom? Twee redenen. Er zal ook meer geweld zijn rond sluitingstijd. Dat blijkt eigenlijk wel uit Angelsaksisch onderzoek. Enerzijds. Anderzijds trekt het ook mensen aan naar die buurt die op die manier bewust worden met de buurt. Andere voorbeelden, treinstations, sportstadia enzovoort. Dat zijn eigenlijk een soort van plaatsen waar heel veel mensen naartoe komen en die deel gaan uitmaken van ons collectief bewustzijn, waardoor we ook met die buurten daar rond vertrouwd gaan worden. Daar kan je gaan op inspelen. Als je weet dat er bijvoorbeeld een treinstation in de buurt ligt, dan weet je eigenlijk dat er in principe al een verhoogd risico zou kunnen zijn voor bijvoorbeeld inbraken. Ja. En naar straffen toe, naar verhoogde pakkans, naar zwaardere afstraffingen, echt dan het politiewerk, hoe kunnen we dat aanpakken? Ik weet niet of dat zeer actief speelt in de overweging om het plegen van een inbraak. De pakkans. Ik denk dat de pakkans al wel relatief laag is. Ik ken geen exacte cijfers, maar dat zal niet ver boven de 10% uitkomen, gok ik. En de politie doet zijn uiterste best natuurlijk. Maar ik denk dat het voornamelijk heterdaad betrappingen zal zijn en af en toe eens wat doorgedreven speurwerk. Maar het merendeel van de inbraken die blijven onopgehelderd. Dus in dat opzicht denk ik dat dat niet zozeer speelt bij de overweging om al of niet een inbraak te plegen. Nee.
Ik heb hier al veel dingen gehoord die niet zo super positief zijn. We stinken omdat we te veel deo's gebruiken. Alle insecten zijn gevaarlijk en we kunnen allergische reacties op hebben. Er is heel veel misdaad. Christophe, kan jij mij geruststellen? Zijn we echt in een onveilige periode terechtgekomen met veel meer misdaad en inbreuken en overvallen? Of valt dat allemaal nog mee? Valt allemaal wel mee. Oké, goed. Dat kan ik zeker mee geruststellen. Oké, fijn. Dan kunnen we op deze positieve noot zeker en vast afsluiten. Dankjewel, Christophe van de Viever, criminoloog aan de UGent. Christine Breinaert om ons te helpen met het hele wespen, hommels en bijenverhaal. En dan natuurlijk ook Chris Kallewaert, dokter Oksel, om ons zweet te bestuderen. Dank jullie wel, alle drie. Dank u. Dankjewel. Ja, zoemende beesten, zweetvoeten en zakkenrollers, het zijn de kleine minpuntjes van de zomer. Maar voor mij blijft de zomer alleszins het beste seizoen van allemaal. We hebben intussen al een hele voorraad aan zomercolleges en je kan die vinden op ons Universiteit van Vlaanderen kanaal op YouTube en alle podcast-apps. Bye-bye.